kijkt, het is een gloednieuwe video van... Ja, je ziet goed, het is weer zo'n tierlist maker, ja. En wat is dit voor een? Een heel klein beetje hierin, dat zijn natuurlijk, dit zijn alle liedjes, omdat ik geen... Waar alleen de finale liedjes in stonden, maar wat ga ik dus nu dus doen? Ja. Je weet misschien al, ik ga mijn top 3 eigenlijk laten zien. Of in ieder geval welke ik goed vind. Welke het sowieso gewoon echt wel eigenlijk gewoon in de top mogen staan. En welke liedjes ik geen ene zak aan vind. Oftewel, ik wil trouwens niet zeggen dat ik geen één liedje helemaal poep vind. Laat ik het zo zeggen, want ja, je hebt er wel, ze hebben er wel werk voor gedaan. Maar ja, het is gewoon nog niet echt mijn favoriet, dus ja. Ook wat er ook kan zijn, jouw. Die van jou kan wel helemaal anders zijn, jouw lijst. Dus ga hier niet vanuit dat dit de exacte lijst is. Want ja, je weet nooit, we zien het pas. Dit is eigenlijk al geweest als dit online komt. Maar ja, we zien het dan pas. We hebben pas gezien in de avond, op zaterdagavond. Of zaterdagnacht. Weet je pas wie dat wint. En dan, ja, dan is deze nog niet online, maar ja. Dat is dan ietsje laat. En dan kun je dus ook zien wat mijn lijst was en wat mijn favoriete nummers zijn. En ik ga dus nu denk ik gewoon een beetje gelijk beginnen. Eén ding wat ik nog even zeg is, bekijk zeker even mijn socials. Hier in de beschrijving. En daarnaast ook EG eSports Socials. Ook even in de beschrijving. En dan daarna kunnen we gaan beginnen. En dan ga ik ook even een beetje meegeven waarom ik het wel leuk vind. Waarom niet. Of een beetje zeggen. Ja, een beetje de reden erbij zeggen. En ook wel een beetje waar het liedje over gaat. Of ja, niet echt. Sommigen die weten dan niet. Maar ja. Maar waarom ik dat gewoon mooi vind. En ik doe alleen de finale nummers. Dus als jullie gaan denken, waarom laat je die anderen allemaal staan? Dan komt dat die niet in de finale staan. Dat heeft toch geen nut. Die zijn al afgevallen in de dingen. Ik vind het wel jammer. Sommige landen. Dat zijn afgevallen. Ik had echt niet gedacht die afvielen. Dat die gingen gewoon door. Ja. Maar ja, wat iedereen ook wel weet. Wat de Songfestival kijkt. Het is echt helemaal aan het veranderen. Het is aan het veranderen omdat hele gekke dingen zoals, voor degene wat het weten, Noorwegen. Dat zijn een paar gekke wolven met gele outfits aan. What the fuck. Echt, eerder hoefden ze dat nooit mee te laten doen, want dan ging het niet door. Wat is nu? Dat gaat gewoon door. De gekste dingen gaan door. De mooiste dingen gaan vallen gewoon af. Daarom zeg ik, je weet maar nooit wat er wint. En daarom zeg ik, ja, ik vind eigenlijk daar niet echt veel voor aan. Als dat veel meer gaat komen, dan vind ik het ook niet meer leuk. Omdat ja, het is gewoon, ja, dat past er gewoon niet meer bij. Maar wij gaan dus nu echt naar de tierlijst. En dan gaan wij dus nu naar de eerste. En dat is... Armenië. Ja, Armenië. Dat is weg. En Armenië mag voor mij wel. Ja, ik wil eigenlijk niet. Staat gewoon bij hier. Het is gewoon een toplied. Een toplied. Prima voice. Prima lied. En niet te veel kwaak. Niet te veel dit. Of heb je gewoon een mooi lied. Gewoon. Mooi lied, laat ik het zo zeggen. Gewoon een mooi popnummer. Wat over een relatie volgens mij gaat. Heb ik een beetje gehoord. Dus ja, die staat voor mij hier. Dan gaan we nu naar Australië. En ja, inderdaad. Niet daar. Maar die staat ook. Daarnaast komt die te staan. Die is ook gewoon top. En waarom ik deze top vind? Die titel heet... Not the same. Terwijl, niet hetzelfde. En ja, hoe diegene wat hebben gezien is, hij heeft
Zo, die Sheldon Riley heeft gewoon een hele grote jurk aan. En dan met zo'n masker of met een of ander sierlijk ding, ik weet niet. Noem. En dan doet hij ineens een masker af en ja, dan ben je gewoon een beetje anders. Maar wat hij hier eigenlijk mee wil laten zien is dat eigenlijk niemand hetzelfde is. Niemand is hetzelfde. Want hij is ook, hij is. Kijk, je ziet het al een beetje. Hij heeft echt glinster en bling-bling en dingetjes. Zo van vrouwen. En daarom zeg ik, niemand is hetzelfde. En dit is ook voor iedereen. Geloof dit gewoon, jongens. Denk gewoon, iedereen is gewoon anders. Iedereen heeft een andere. Ja, een ander iets. Iedereen vindt iets anders leuk. Dus daarom zeg ik, accepteer gewoon iemand hoe die is. Daarom zeg ik, dit is gewoon een topnummer. Not the same. Niet hetzelfde. Gewoon een topnummer. Oh. Azerbaijan. Ja, hopelijk blijft hij weer staan. Want hij wordt een beetje naar beneden gezakt. Maar, ja, Azerbaijan heb ik net neergezet. Op 2, waarom? Ik vind het een beetje, ja, niet mijn ding. Nu staat hij weer zo lang. Komt al het hoesje, zit er net onder die monitor. In ieder geval, zolang hij mij ziet, is oké. Okay. En, ja, Azerbaijan is niet echt mijn ding. Dus ja, daarom zet ik hem op 2 neer. Terwijl het is gewoon. Ja, ik vind dat hij ook niet een hele mooie stem of zo. En dan nou, de Zuiderburen, die mag wel echt op ja, 12. Kijk, oké, okay, je zag het net. Dat is dus mijn muis. Die op deze tafel, die heeft een of andere niet helemaal glad die. Daar zit er misschien ooit een beetje dat op en dat. Ja, ik denk dat die muis vindt dat niet zo leuk. Kijk zo. Daarom ga ik hem ook hierop zetten. Want hierop, op die muismat zelf, doet hij het goed. Op die tafel, af en toe. Woep, ineens van daar naar daar. Dus dat is gewoon echt. Ik denk dat het daar alleen aan die tafel. En ook heel fijn. Dus, maar dat is dus Azerbaijan. Niet echt mijn favoriet. Spanje doet niet meer, Kroatië niet, Cyprus niet. Dan gaan we naar Czech Republic, of aka Tsjechië. En dit lied is ook gewoon top. Waarom? Ja, ik denk, dit heeft niet echt met dat te maken wat ik nu zeg. Ik weet niet, want dit heb ik niet echt gehoord. Maar het nummer, of de titel heet. Oh nee, de titel heet Lights Off, alleen. Ze zingen erin, Where Are You Now? Dat is waar ben je nu? En ik zie dat eigenlijk meer en hoe ik een beetje in de tekst hoor. Doet mij dat toch een beetje denken van, ook met, ja, zorg dat je echt voor je doel moet gaan, snap je? En dan, dat je echt, en dan zeggen ze zo, Where Are You Now? Maar waar ben je nu? Kijk waar je nu bent en probeer te staan, niet te stoppen. Snap je, dat vind ik, dat is denk ik gewoon sowieso één ding wat ook een beetje kan uitleggen. Daardoor vind ik het wel eigenlijk een leuk nummer, maar dit is even ook gewoon een leuk lied is het gewoon. En een leuk beat, dus ja, daarom ook hier weer. Ik heb er heel veel wat daar staan trouwens. Ja, Estonia of Estland, voor de mensen wat dat niet weten. Die staat denk ik op 12 bij mij, ja, of 10. Ja, 10. Want die zingt, ja. Dit is gewoon een toplied. Ik heb een, dit is weer even een leuk ding, de clip, de officiële clip. Het is al Wild West-achtig, laat ik het zo zeggen. En dit is gewoon een leuk partynummer ook. Dit is ook een leuk partynummer. En verder is niks over te zeggen. Finland, ja. Hier vind ik dus dan helemaal niks aan. Hier, kijk, er was Bulgarije. Waar staat hier? Die Bulgarije, oké. Okay. Dat is anders soort rock dan dit. Die Bulgarije, ik geef er maar niks om rock. Alleen die was wel vet. Die Bulgarije, dat klonk gewoon top. Top, top. En dat is gewoon. Frankrijk. Die
Ja, dat is heel hoog. Ja, 12. En waarom Frankrijk? Normaal vergeef ik niks om Frans taal. Dit klinkt wel echt heel vet. Dit heeft gewoon zo'n lekker ritme, zo wat je doet. Echt zo'n lekker ritmetje heeft het gewoon, dat nummer van Frankrijk. Dat is gewoon. Ja, we gaan gewoon naar de volgende. En dat is Duitsland. Die staat ook op 12. Want dat is ook wel gewoon een lekker nummer om op. Ja, gewoon een lekker nummer om te luisteren. Ik heb er niet echt. Ja, ik kan er niet veel over zeggen. Dan gaan we naar Griekenland. Gewoon maar bovenaan. Een topstem en gewoon een topnummer. Want ja, de titel en het nummer zegt gewoon wel, het gaat eigenlijk over een relatie. Alleen, ja, eigenlijk is het ook gewoon, ja, het is gewoon een topnummer. IJsland, ja, niks. Ik denk dat mensen wel weten waarom. In ieder geval de meesten denken dat dit niet leuk vinden. Waarom? Ik vind het niet van. Het is een eigen taal. Het klinkt meer zo'n beetje. Echt zo'n mega mompel. Omdat, ja, je hoort er gewoon niks van. Ja, sowieso, ik versta het voor geen flikker. Ik versta het gewoon niet eens. What the fuck moet ik dan lukt. Dan gaan we nu naar het gastland, Italië. En die staat op dingen. Ja, normaal vind ik dit niet leuk, alleen deze is wel lekker. Echt, het is gewoon zo'n, heeft ook weer zo'n lekkere beat. Echt zo'n heel lekker beatje. En dat vind ik dan. En ook gewoon een mooi. Dan gaan we naar Litouwen. Dat is iets van jazz. Ja. Ja, ik vind er gewoon niks aan Litouwen. Echt. En ik vraag me af, ze zeggen dat dat jazz is, alleen dat is helemaal geen jazz. Laat het weten als jij het hebt gezien, als het echt klopt, als dat gewoon jazz is. Want voor mij, dat is geen jazz. Maar jazz. Nu gaan we naar Moldavië. Die zet ik daar neer, ja. Het is wel gewoon een leuk nummer, een leuk, grappig nummer. Alleen ja, niet echt zo'n nummer als deze, wat echt helemaal top amazing. Dus ja, daarom zit hij hier. Kijk me gewoon jongens, als je even moet lachen, kijk gewoon Moldavië van Eurovisie Songfestival. Dan vrolijk je wel op. En dan gaan we nu naar Servië. Die gaan ook hier. Want er is gewoon niks aan. Het is gewoon echt alleen maar, het refrein is Pitjes de Hawa. Broodjes de Hawa, Pitjes de Hawa of zowat, ja. Zowat zingt zij. En alleen maar in dat refrein. Dan vraag ik me af, waarom? Dat klinkt hetzelfde als. Wat? Als die ene wat toen die. Ja, die treintje Oosterhuis 2015. Echt, dat was ook echt alleen maar hetzelfde bijna. Dan gaan we nu naar ons land. Die gaat ook gewoon bovenaan. Ja, die gaat gewoon bovenaan. Alleen, ik vind het jammer dat het Nederlands tekst is. Ik hou er niet van. Maar het is wel gewoon een prima nummertje op zich. Niet gewoon zeker niet verkeerd. Staan we gewoon bovenaan. En we gaan naar de volgende. We gaan naar de wolven. Die mogen gewoon op nul. Dit is gewoon geen songfestival eigenlijk. Het is wel leuk. Leuk. Op zich is het wel leuk. Gewoon een beetje dansjes. Leuk. Leuk voor TikTok. Laat ik het zo zeggen. Het is gewoon leuk voor een TikTok challenge. Maar eigenlijk niet voor een songfestival. Het is gewoon wel een leuke. Maar ja, ik zet er wel op 0 punten neer. Want ja, het is gewoon even zo'n moment. Even zo'n tussendoor. Even zo'n tussendoortje waar je echt even zo kan lachen. Zo en wat gewoon een beetje lachende. Polen. We hebben nu in Poland. Die zit ook bovenaan. Want dit is gewoon top, een topnummer, echt zo'n beetje dark pop, echt zo'n donkere pop. Dat is gewoon top. Gaan we naar Portugal.
Die gaan ook met 4 puntjes van mij. Dus ja, het is wel een leuk nummer. Ik kan zeker ook beter op 6. Het is wel een leuk nummer. Het is wel leuk, maar ze staan serieus, heb ik gezien, in zo'n kring. Dan denk je helemaal, what the fuck man. Wat is in zo'n kring zo? Ik weet niet precies wat ze zingen. We gaan nu naar Roemenië. Die daar. Jij staat ook bovenaan, naast Polen. En waarom ik zeg, dit is ook een topnummer. Een leuk nummer, een vrolijk nummer. En dan, ja, het is gewoon een vrolijk nummer wat je gewoon heel leuk kan gebruiken. Die niet Spanje, ja. Jullie verwachten al waar dat die heen gaat. Die gaat natuurlijk ook naar boven. Ik vind het gewoon een topnummer. Vooral, ik wil het gewoon helemaal. Ik ben echt benieuwd hoe dat is geweest. Echt op zaterdag. Want ik heb sowieso gekeken. Alleen ja, ik weet nu nog niet. Dus ja, ik ben wel benieuwd wat daar is gebeurd eigenlijk. Echt. Dus ja. En dan gaan we naar Zweden, de geboren winnaars, die gaan ook naar, dat is ook een van mijn favoriet. Want ja, het zijn gewoon altijd topnummers. Zweden, topnummers. Ja, Zweden heeft gewoon topnummers, altijd ook goede nummers. Meestal wel altijd. En ze hebben echt al vaak genoeg gewonnen. En ja, het zijn gewoon topnummers. Het zijn gewoon, wat ik al zei, het zijn gewoon geboren winnaars, laat ik het zo zeggen. Geboren winnaars. Nu gaan we naar Zwitserland. Die ga ik zetten op plaats 12. Komt omdat, ja, het is wel mooi. Alleen ook zijn stem is een heel klein beetje. Pas. Dus ja, daar op 12 dan, ja. Oekraïne. Die gaan ook naar, die gaan naast Zwitserland staan. Want ja, het is een leuk nummer wat de ene doet met die soort freestyle. Want ja, ik kan het daar niet of zo, maar hoe ik hier achter mij komen is wel met mensen die wat, zoals je ja, dat hoor je wel op nieuws, mensen die wat gewoon hun taal praten. Dan hoor je dat hun taal is helemaal niet snel, want ja, je hebt ook talen die zijn heel snel. En daarom denk ik, dat is toch een soort freestyle. Dat is wel echt vet. Zo'n hele vette freestyle. Daarom gewoon op 12. En dan gaan we nu naar het land. Wat vorig jaar 0 punten had. Wat heel toevallig was. Heel toevallig was dat. En die gaan mooi op plaats 12 komen ze. Want ja, dit is gewoon ook een topnummer. Echt een power nummer. Echt een power nummer. Kijk hier. Wij zijn niet bang. We stoppen gewoon niet. We stoppen niet. Ik hoop echt dat ze echt meer punten hebben gehad. Want ja, dit is gewoon echt meer een power nummer. Echt een power nummer van. Hey, echt. Geef ons 0 punten. Wat heel toevallig was vorig jaar. Geef ons 0 punten voor die ding. Maar ja, wij gaan niet. Wij liegen niet zo met dit ding. Dus ja, deze. Dit zijn echt die wat zijn afgevallen. Waarom doet hij dat twee keer? Dus ja, daarom ga ik deze ook niet beoordelen, omdat die zijn afgevallen en die doen niet meer mee. Dus ja, daarom heb ik alleen die. Ik heb al niemand op 8. Maar ja. Dus en dat is dus de video. Ja, dit is dus mijn lijst met mijn nummers, wat ik leuk vind. Maar laat even weten wat jouw top 3 eigenlijk is. Of wat jouw top 3 was van leukste liedje van die song contest. Laat het zeker even weten. En ja, ik bekijk ook zeker jouw reactie. En dan ga ik dus hier de video afsluiten. En ik hoop dat jullie deze video leuk vond. Zeker even een blauw duimpje. Zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. En daarnaast op dat belletje te klikken. Daarnaast jouw abonneerknop staat. Zodat je geen video meer hoeft te missen. En dan zeg ik zoals altijd. Adios.